Hoe bevalt Brabant? Prima, ja. Het is leuk om te zijn. Vanochtend was ik in Zeeland, Brabant. Hartstikke leuk. Ja, voor zolang het nog Brabant is, want als het aan u ligt, is Brabant eigenlijk niet meer, toch? Nee hoor, Brabant blijft Brabant. Ik bedoel, Friesland bij Friesland. Alleen we hebben in de toekomst wel minder politici en ambtenaren nodig. Want met 16 miljoen mensen hebben we gewoon heel veel lagen van overheden. Je hebt de gemeente, je hebt de samenwerking, de WGR Plus, je hebt het waterschap, je hebt de provincie, je hebt Den Haag, je hebt Brussel. Nou, in de tijden dat we moeten bezuinigen, moeten we daar ook op bezuinigen. Ja, maar en het idee dan dat u meer deelgebieden maakt van Nederland, nou, dan denk je al snel. Ja, dan denk je Zeeland, Brabant, Limburg. Is dat het plan dan? Om die samen te laten werken? Wat het belangrijkste is, dat zei het vorige kabinet al, maar ja, ook dat hebben ze niet gedaan, is dat de Randstad, dat we daar nou eens beginnen. Dat je zorgt dat één motor wordt waar besluiten worden genomen. Toen ik wethouder was in Leiden, weet ik nog wel, begonnen we, dat was 10 jaar geleden, eindelijk voortgang te maken met de A4, de verbreding daarvan. Nou, nu zijn we een tijdje verder. Nou, is nog niet gebeurd. Waar heeft dat mee te maken? 2 provincies, 4 gemeentes, 2 waterschappen en dan valt er geen besluit. Ja. Dus er moet vooral veel tussenuit, ja, als het aan u ligt. En wat betekent dat voor de burgers? Hebben we dan nog wel meer gewoon een provinciehoofdstad waar we naartoe kunnen? Zeker. Kunnen we nog over ons mooie Brabant zingen? Natuurlijk. Ik weet niet wanneer de mensen voor het laatst in het provinciehuis zijn geweest. Ik ben er nog wel in juni geweest bij de commissaris. Maar het provinciehuis is niet je identiteit van je gemeenschap. Als je kijkt naar kleinere gemeenten, ik was laatst in een gemeente, daar hadden ze 0,1 FTE, dus dat is een medewerker voor de leerplicht. Nou, dat helpt geen leerling naar school. En D66 zegt, dat moet je dus zorgen dat die bestuurders en die politici dat beter regelen. Nou, we hebben in Brabant de laatste grote herindeling gehad, ik meen in 1997. Daar zijn veel grote gemeenten uit voortgekomen. Ja. Ja, dat heeft ook wel toegeleid dat mensen zich vervreemd voelen van hun eigen gemeente. En juist daarmee ook van de politiek. Dat is toch niet de bedoeling, denk ik. Je ziet, degene die het meest lawaai maken zijn de politici zelf. Want die hebben hun positie, die hebben hun gevoel van macht. En die zijn niet echt snel bereid om dat in te leveren. Voor mensen is het belangrijk dat de voorzieningen op orde zijn. En dat het belastinggeld wat daarmee samenhangt, dat dat goed besteed wordt. En heel veel gemeenten, ik geloof dat 70% in Nederland nog onder de 50.000 inwoners zit. Ja, die hebben dus echt een probleem voor de groenvoorziening, om goed te zorgen dat mensen naar werk worden geholpen, om bouwprojecten op een ordentelijke wijze te laten verlopen. En wij zeggen, in de tijd dat je van de burgers wat vraagt, door een hogere AOW-leeftijd, aan studenten zegt, je studiefinanciering die gaat eraan, dan mag je ook van de politici en de ambtenaren vragen om het met minder te doen. Maar dan moet ik dadelijk verder gaan fietsen om naar mijn paspoort te halen, bijvoorbeeld. Nee, want dat kan je ook prima regelen in een locatie. Oké, dus dat is wel het idee, dat je wel natuurlijk dicht bij huis toch wel iets houdt om binding te houden. Natuurlijk, met je en je mag er ook trouwen. Ik weet niet of dat nog... Nee, ik ben al getrouwd 10 jaar. Dat, nou, mocht er een tweede keer, ja, dan kan dat ook allemaal... Niet de bedoeling, meneer Pechtold. Nee, ik zou zeggen, hou dat vol. Goed, nou oké. Dus dat Brabant, dat u denkt dat we wel betrokken blijven bij onze provincie, dat we wel betrokken blijven bij onze gemeente. Maar hoe... Dat hele beeld van die provincies, dat is iets van de tweede helft 19e eeuw. Dat Brabant heeft daarvoor al bestaan, 250 jaar geleden. Ja, we waren zelfs nog groter. Ja, 250 jaar geleden kwam de eerste Pechtold, kwam naar Brabant toe, naar Den Bosch. En we hebben hier generaties lang gewoond. En dat die identiteit van of je wat met die streek of met je regio hebt, dat hangt echt niet af van de politici die in het gemeente of in het provinciehuis zitten. Dus eigenlijk moet je gewoon naar Brabant verhuizen om weer terug te komen, begrijp ik. Nou, ik heb met heel veel gemeenten en provincies in Nederland wat, maar het is ook een overzichtelijk iets. Als je nou toch kijkt naar Europa en het krachtenveld van China en India, dan moeten we toch, hè, als Nederland veel meer ons richten op wat gebeurt er op dat continent, wat gebeurt er in Europa, wat gebeurt er in Brussel. Ja, en dat tipt u Europa weer aan. Dat is ook zo'n punt. We hebben heel veel reacties gekregen van mensen, vast hier in de zaal, die ook daar wel vragen over hebben. Die zeggen van, ja, maar dat Europa... We krijgen alleen maar negatieve verhalen over Europa te horen. Zeker. Het kost alleen maar geld. Dat is niet waar. Wat kan Europa nou voor ons als burgers betekenen? Ik wil gewoon zorgen dat ik niet zo ver hoef door te werken. Ik ben niet van de generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Ik ben er wel in opgevoed. Ik ben wel thuis altijd doordrongen geweest. Er zit hier een broer en een zus van mijn vader. Over de periode dat er voor vrijheid in dit land gevochten werd. Ik ben burgemeester van Wageningen geweest. Dat is een stad waar de capitulatie was van het fascisme. Dat is een generatie die dat gevoel nog heeft. Maar inmiddels is er welvaart, is vrijheid en verdienen we veel aan Europa.
En je hebt natuurlijk mensen als Wilders die erbij weglopen. En je hebt Roemer die vandaag zegt, ik hou me zelfs niet aan de Europese regels. Het ergste is dat er ook andere politici zijn, zoals de vorige premier Rutte, die het een beetje brengen als levertraan. Hè? Zo van, het is goed voor je, maar het is niet te drinken. Europa is niet alleen een ideaal, is voor mij niet alleen een ideaal. Europa is voor mij een realiteit. De Belgen liggen ten zuiden, de Duitsers ten oosten. En hoe gaan wij met 500 miljoen mensen op dit continent zorgen dat we in China nog wat te vertellen hebben? Ja, maar dat moet toch eerst in Nederland, zeggen heel veel mensen. Het moet eerst in Nederland eens geregeld zijn. We maken hier al een zootje van. Hoe kunnen we dan zorgen dat ze in Brussel wat gaan doen? U zei zojuist, Europa kost geld. Ja. Ik heb laatst een keer gezegd, en dat is gecheckt door media, want die zeiden, nou, dat is een boute uitspraak, die gaan we checken. Afgelopen jaren betaalden we per Nederlander ongeveer €230 aan Europa. En wat heeft dat opgeleverd? En jaarlijks kwam het €1.500 tot €2.000 terug. Nee, dat merken we niet direct in onze portemonnee. Nee, dat wordt niet maandelijks of jaarlijks op je bankgiro bijgeschreven. Maar onze welvaart, ook ten tijde van de euro. Toen die munt begon, 10 jaar geleden, weet je nog? Dat was iets over onder de dollar. Dachten we, wat is dat voor munt? We staan al 10 jaar boven de dollar. Een sterke munt. Het enige wat moet gebeuren is dat politici nou stoppen met wegkijken en de problemen aanpakken. Europa is op dit moment van diplomaten en bankiers. Bankiers die problemen hebben veroorzaakt. Ik wil dat Europa wordt van ons. Doordat we meer invloed hebben wat er in Brussel gebeurt. Dat we als een van de founding fathers, een van de 6 landen die eraan begon, ook meer te zeggen krijgen. En dat we niet nu door de bankiers wordt verteld hoe onze economie in elkaar zit. We hebben daar nog een aantal interessante vragen over, ook aan u, die er via de tweet en via de mail zijn binnengekomen. Even een ander punt. De wietpas. Dat speelt hier in Brabant ontzettend. Hè? Wij zijn hier natuurlijk een beetje het proefgebied voor de wietpas. De burgemeesters zijn tegen, die willen geen wietpas. Het geeft gevoel van onveiligheid. Ja. Wat is het standpunt van D66? Ik ben lang lokaal bestuurder geweest. En uit die ervaring zeg, stoppen met die handel. Wat je doet, is datgene wat we nou zo fragiel, maar goed hadden opgebouwd, is dat je van softdrugs niet iets spannends maakt. Waar jongeren van denken, dat moet ook maar eens gebeuren. Nee, we hadden het goed, transparant in coffeeshops geregeld. We hadden de achterdeur beter geregeld dan de voordeur. Dat was nog een probleem. Maar we waren daar vooraan strevend in. Maar wilt u ook gaan gedogen? Want wat wilt u dan? Want goed, het wordt... Ik wil het legaliseren. Okay. Ik wil dat we de accijns over kunnen heffen. Dan verdienen we er ook nog aan. En dat je daar op die manier de kwaliteit kan garanderen. De misdaad, de grote misdaad die erachter zit, weg kunt halen. De problemen van gezinnen die bijvoorbeeld door financiële problemen nou allemaal van die zoldertjes hebben met van die wietplantages die daar uitgebuit worden aanpakken. En dat doe je door niet dit beleid van het afgelopen kabinet in een soort van, gedwongen werkelijkheid te maken. Maar te zien dat burgemeesters... Dus weer wat afschaffen, niet voor niks, begrijp ik. Ja, natuurlijk moeten we dat afschaffen. Er zijn vier Brabantse gemeentes die al hebben gezegd, stoppen met die wietpas. Ja. Wat gebeurt er nu? In plaats van in die koffieshop, gaat diezelfdegene die dat stikje wil, die gaat naar dat dealertje, dat runnertje uit Rotterdam wat hier naartoe komt. En wat krijgen ze dan? Niet alleen die nederwiet, maar ook wil je cocaïne, wil je pillen, dan wordt het 1.000 systeem. Het heeft wel wat gekost natuurlijk. Het heeft heel veel gedoe gekost. Ja, heel veel... ja maar die opstelte heeft ons heel veel gekost met elke keer, we gaan het gewoon doen. Dat heeft ons heel veel gekost. Maar je krijgt toch, dit is één voorbeeld, u zegt het moet afschaffen. Nou, we hebben de afgelopen week genoeg dingen te horen gekregen wat er allemaal afgeschaft en, moet worden. Nee, afschaffen of teruggedraaid. En doorpakken. En doorpakken dat betekent legaliseren. Ja, die zeggen dat, maar wij doen het. Maar dan nog, hè, er is afgelopen week ontzettend veel teruggedraaid. Of er wordt heel veel geroepen. Er worden heel veel ballonnetjes opgelaten. We hebben gewoon van alles. Daar geloven mensen toch niet meer. Mensen denken, hoe kun je nou het vertrouwen in de politiek houden op deze manier? En geloven wat u zegt. Want het zijn hele mooie verhalen hier. Toch mensen die wel zoiets van, nou, het klinkt allemaal heel mooi wat meneer Pechtold zegt. Gaat hij het ook doen als hij dadelijk in de Kamer gaat zitten? Zeker. D66. Het voorjaar. Ik had zaterdag congres. En om 3 uur zei een journalist, het katshuis klapt. Ik heb collega's opgebeld. We hebben dat weekend elkaar aangekeken en gezegd, we staan dadelijk ongelooflijk met z'n allen in ons hemd wanneer de begroting van 2013 in de soep loopt. Zullen wij als Kamer het initiatief nemen? We hebben 2 dagen dooronderhandeld. Terwijl het katshuis 7 weken en daarvoor 1,5 jaar niks had gedaan. Hebben we een akkoord neergezet waar lang niet iedereen natuurlijk blij mee is. Het wordt weer teruggedraaid. Maar ja, 12 miljard bezuinig je. Maar D66 pakt op het moment dat anderen het uit hun handen laten vallen zijn kans. Maar de langste deboete
om even iets te noemen wat nu heel actueel is. Ja. En heeft hij ook een handtekening ondergezet? Nee, daar was ik tegen, daar ben ik tegen, daar blijf ik tegen. Hij zat ook niet in dat vijfpartijenakkoord. Alleen toen wij moesten repareren uit het kabinet van Rutte en ik de keuze had, wat draai ik als eerste terug, heb ik gekozen voor het passend onderwijs. Waarom? Er lagen al ontslagbrieven klaar voor docenten die aan kinderen met ADHD, met dyslexie, les aan het geven zijn. En we hebben toen gezegd, dat moet direct stoppen. En die langstudeerboete van die studenten, die pakken we in het najaar. Nou, u heeft zojuist gezien, de Kamer heeft het is laten, al opgelost, hè? De staatssecretaris laten komen. Hij stribbelt nog een beetje tegen, maar dat regelen we. Wie is uw grootste, waar kijkt u het meest, ja, denkt u van god, dat is onze grootste tegenstander. Even niet de PVV, want dat is een makkelijke. Maar is dat het CDA? Nou, niet zo makkelijk hoor. Nee, maar ik bedoel om te noemen. Is dat het CDA, omdat hij misschien een beetje op dezelfde positie zit te azen? Want ja, D66 en CDA zijn natuurlijk toen niet om mee een coalitie te vormen. Toen D66 werd opgericht, toen werd ervan gezegd, het is een on-Nederlandse partij. Wat bedoelden ze? We hebben sociaaldemocratie, we hebben liberalen, we hebben christendemocraten en dat was het Nederlands landschap. Nou, je ziet dat die partijen nu allemaal in de problemen zijn. VVD doet het dankzij Rutte nog een beetje. Maar die andere twee, die, in sommige peilingen zijn CDA en PvdA zelfs kleiner dan D66. Dat komt omdat links en rechts niet meer bestaat in de tijd van Wiegel en Den Uyl. Je hebt progressief voor Europa, voor hervormingen. En je hebt degene die achter de dijken zich terugtrekken en in dat nieuwe landschap voel ik me met D66 helemaal op mijn plek. Dus u wil nog niet zeggen waar u het liefst mee gaat zitten? Ik zou een kabinet willen vormen waar niet een premier zegt, de ene kant kan zijn vingers aflikken. Want dan bedoel je eigenlijk dat de andere kant van het land op een houtje kan gaan zitten bijten. Ik zou willen dat Nederland weer kracht maakt van de flanken bij elkaar te trekken. Dat we, waar we ooit goed in waren, door compromissen te sluiten, iedereen het gevoel geven, dit is ons besluit. Wat daarvoor nodig is, na jaren van 18 miljard... 12 miljard, dadelijk moet er nog 14 miljard bezuinigd worden om eindelijk naar begrotingsevenwicht te komen. Als je dat thuis 5 jaar zou doen, dan ben je failliet. Als land kunnen we dat niet snel, maar we hebben inmiddels wel 400 miljard aan schuld. De partijen die dat met ons willen realiseren, daar ga ik op 13 september mee aan tafel zitten. Toch niet zeggen, dat is dan wel jammer. Goed, in ieder geval met de chocolademuntjes kunnen we in ieder geval de kast niet vullen. Daarmee zeg ik heel veel. Ja, oké, goed. Maar we willen natuurlijk gewoon het simpelweg hebben. Noemt u nou zo'n ideale waarvan u denkt, nou dat zou... Ja, dat is een hele lastige. Ja, nou dat is voor mij ook. Gaat u het aan mij vragen? Jeetje, alsof ik in de politiek zit. Nee, ja. Nee. Maar dat hangt er dadelijk ook vanaf. Kijk, als mensen zich nu in die gekke strijd van wie wordt de premier? We kiezen helemaal geen premier, we kiezen gewoon 150 zetels. Als ze zich daar gek in laten maken, ja, dan wordt het moeilijk. Als mensen meer kiezen vanuit een hart, zoals Van Mierlo, ook uit Breda, en ze een keer zei, ze moeten wat minder van D66 houden, maar wat meer op ze stemmen. Ja, dan kunnen we dadelijk forceren dat we niet van het ene avontuur waar Rutte de agenda van de PVV uitvoerde, dat we nu zo doorslaan naar Roemer, die zich wat mij betreft vandaag politiek buitenspel heeft gezet door te zeggen, we gaan ons niet meer aan de eigen begrotingsregels houden. Ja, daar zijn heel veel mensen tegen inderdaad. Nou, we gaan eens kijken hoe het hier in de zaal zit. Dank u wel voor dit moment. Ja. Dank u ook voor het kijken thuis. Morgen overigens hebben we hier Emiel Roemer zitten, nou u toch zijn naam aanstipt. Om 11 uur is dat hier. U bent welkom hier te komen in het hotel Amrad Breda in Breda. Het is makkelijk te vinden vanaf de snelweg. U kunt zich aanmelden door even via de sites van Omroep Brabant of BN De Stem een mailtje te sturen en ook direct uw vraag daarbij te stellen. En dan wordt u uitgenodigd. Bent u welkom. Zien we u morgenochtend misschien hier. Even naar de zaal. Wie heeft er allemaal een donorcodicil? Wie is een donor? Nou, dat zijn een heleboel. Inclusief meneer Pechtold. Ja, Henk. Ik heb er een keer zelfs mijn portemonnee er teruggekregen. Echt waar? Ja. Waar het al niet goed voor is, zo'n donorcodicil. Ik heb een keer mijn portemonnee in de trein laten liggen. En toen werd er 's avonds gebeld. En er was een knul en die zei, ja, Pechtold moet zijn portemonnee zo snel mogelijk terug. Want daar zit een donorcodicil in. En mijn neef die heeft een keer een nier gekregen doordat er snel gehandeld wordt. Ik denk niet dat hij mij iets toewenste, maar hij dacht die Pechtold moet. Het ging er niet om het geld, maar om het donorcodicil. Want u kent het verhaal dat Pim Fortuyn hier zijn laatste debat had van BN De Stem. Dat hij daarna naar Hilversum ging en toen werd doodgeschoten. Dus ik hoop dat niet, dat willen we niet herhalen. Vooral niet, hè? Henk Boot van BN De Stem in de zaal. Zeker niet. De vraag was even, het donorcodicil. D66 heeft onlangs een initiatief genomen bij monden van Pia Dijkstra om te komen tot actieve donorregistratie, zoals het met een wat lastig woord heet. Komt erop neer dat in feite uw organen, ik zeg het maar even kort door de bocht, nu van de staat zijn, behalve als u zegt, dat wil ik niet, dan bent u geen donor. Zo is het, meneer Pechtold, dat is nou, het idee. Kort door de bocht mag van mij altijd, dat ben ik soms ook. Maar ik zou er iets meer nuance in willen brengen. Er staan nu
1300 mensen jaarlijks op de lijst voor een orgaan. Daar gaan er 150 ieder jaar zinloos dood, omdat wij geen organen ter beschikking hebben. Pervers zijn natuurlijk de mensen die naar China gaan, om daar van te dood veroordeelden of mensen die geen geld hebben, organen te kopen. Nederland is een rijk land waarin we keuzes hebben. En ik vind, ook als liberaal, dat na een aantal vragen je een keuze moet maken. De keus, ik doe het niet, is heel eenvoudig. Maar wij mogen met zo'n tekort aan mensen vragen, maak die keus actief.